Toen deze knaap een uur eerder naar bed hadden gebracht, werd hij ook om 4:45 al wakker. Nou, Joren heeft zo'n... Ja, ik heb hem toen gevoeld. Joren heeft zo'n 4:45 of... Ja, tot 6:45 met hem gezeten. Toen heb ik hem afgewisseld. Maar er is iets raars met meneer Ilja. Want meneer Ilja, die kruipt niet meer. Hij loopt op zijn benen, zijn handen in de lucht. Alsof hij zijn handen niet wil neerzetten. Kun je het even laten zien, liefje? Kun je het even laten zien? Is. Naar de camera toe. Doe naar de camera toe. Daar. Daar. Doe daar naartoe. Laat zien hoe je dat doet. Papa. Papa is even slapen. Papa. 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 Veel meer weer als je het doet. Dit is niet omdat hij dingen in zijn hand heeft, maar kruipt hij daar gewoon mee. Maar het is echt alsof hij... Ja, nu lijkt het, ja, nu lijkt het net alsof hij het gewoon interessant vindt om met zijn handen eruit te zitten. Maar het is net echt alsof hij zijn handen niet durft of wil neerzetten. Wacht, weer op de verwarming klimmen. Oh jee. En ook veel meer zijn rechterknie dan zijn linkerknie. Alsof er iets met zijn linkerknie is. Wat doe je gek, Ilja? Wat doe je gek? Hallo? Moest je mijn telefoon hebben? Tuurlijk. Tuurlijk, ja. Dat is normaal gedrag. Het is 9:50. We hebben ontbeten. We hebben even lekker naar het uitzicht gestaard. En we gaan straks iets spannends doen. Want we gaan hem proberen naar... Oké, dat hebben we gisteren ook gedaan. Maar nu willen we echt dat hij hier gaat slapen. Dus we gaan hem straks, over 10 minuutjes of zo, gaan we je aan het bedje brengen. Hm? En dan hoop ik echt dat je gaat slapen, lieve knaap. En dan heb ik mama even vrij. Maar jij moet ook voor jou. Ook voor ons en ook voor jou. Oké, hij gaat er vanaf. Nonnetje. Nonnetje. Oh. Hij slaapt. Eindelijk. Huilie. En toen is Johan naar binnen gegaan. Vertel eens. Ja, sorry, ik hoef niet te luisteren. Ik ben gewoon zo bang dat hij wakker wordt. Ja. Vertel eens. Nou, keek hij niet eens op toen je de deur uitging? Nee, want hij sliep al. Ja, dan zie je. Ja, Gewoon. Ik kwam naar binnen en toen... stond hij zo, met zijn handjes om de reden geen klem, kert daar en allemaal traantjes. En toen ging ik bij hem zitten, ging ik over zijn bolletje aaien en zingen. En toen op een gegeven moment, want hij was plettermoe, ja. Liet zich zo vallen op zijn bibs. En toen bleef hij zo'n beetje zo, heel lang zo zitten, alsof toen een paar keer schrok hij zo wakker, dat hij gewoon zittend in slaap was gevallen. En toen op een gegeven moment, toen liet hij zich ook omvallen, zat hij zo in het net, zo, zeg maar. En ik bleef zo door over zijn bolletje en zo zingen. Dan heeft hij nog een paar keer dat hij net iets beter ging liggen. En op een gegeven moment draaide hij zo met zijn hoofd opzij. Nee, ligt hij met zijn hoofd op zijn arm zo. En hij was gewoon echt aan het moffen. Dus toen kwam ik weg. 9:45. En wat, en nu? En nu? Ja, spelletje. We kunnen alles doen. We kunnen alles doen. Alles. We naaien hem eruit. We kunnen ook gewoon slapen. Ben je moe, hoor? Bij slapen. Ja, ik vind dit is te vroeg om te gaan slapen. Nee. Zeg maar, ik zou denk ik rond een uurtje of twee denken. Nou, ik kan wel een uurtje gebruiken. Nou, maar dan is hij wakker. Ja, daarom. Nee, ik vind dat nu denk ik een beetje zonde om te gaan slapen. Ik ook. Maar jij wilde lezen. We kunnen ook spelletjes spelen. Zo. Goed gedaan, man. Goed gedaan. Hij slaapt al ruim een uur. Het is 11:15 geweest. En we hebben 2 spelletjes gespeeld. Ik heb ze allebei verloren. Vroeger won ik keer op keer nog wel eens. Maar dat is Joren heeft inmiddels... Won je altijd? Nee, is niet altijd. Volgens mij heb ik deze kans voor het eerst gewonnen. Nee, de vorige keer ook. De vorige keer? De vorige keer was het keer op keer speelde ik je ook gewonnen.
Dat zeg ik, deze vakantie. Oh, voor het eerst ja, dat is denk ik wel waar. Maar we hebben het ook vaker met meerdere mensen gespeeld, maar dat heb ik ook niet gewonnen. En toen speelde, nou goed, Joran snapte opeens hoe dat spel werkt. Dus dat kan ik nu ook niet meer winnen. En toen speelden we Eldorado. Dat heb ik nog nooit gewonnen. Maar ik had het nu zo bijna gewonnen. En toen opeens zei Joran zo... En toen had ik toch nog gewonnen. Want dat is Joran. Mensen, heb ik al verteld dat ik morgen jarig ben? En morgen jarig. Het wordt de mooiste dag van mijn leven. Toch, Joran? Zeker. Met allemaal cadeautjes. En dierentuin. En lekker eten. En dierentuin. En nu gaan we, ja, weet niet. Wat gaan we nu doen? Het is bizar hoeveel mogelijkheden we hebben binnen dit huis. Oké, ik ga eens dit drinken. Julia. Nee, we doen het nog steeds niet. Nog steeds kapot. Hoe lang heb jij geslapen, Il? Heb jij 1 uur en 3 kwartier geslapen? Ja, hè? Topper. Oh, leuk! Gaan we spelen. Goed. Wij gaan lekker even naar Lidl lopen. Dat is 10 minuutjes lopen of zo. Dan gaan we lunch kopen. Ilja was even heel vrolijk. Daarna heeft hij echt heel erg gehuild. En we snapten niet zo heel goed waarom. Joran was een beetje met hem aan het spelen. En toen was hij opeens heel erg overstuur. En we dachten, ja, heb je nou ergens pijn in je pols of zo? Dat je daarom ook niet aan het kruipen bent. Ja, hij leek even zijn armpje ook niet echt te gebruiken. Maar nu ook weer wel. Dus we snappen het niet helemaal. En hij is niet echt blij. Maar hij is wel de hele tijd naar alles aan het wijzen. En die, daar, aan het doen. Dus hij is wel, ja, hij is ook niet verdrietig of boos of zo, maar hij is ook niet per se blij. Nou ja, dus ik ben benieuwd wat hij hiervan vindt. En dan gaan we lekker lunchen en dan gaan we naar waarschijnlijk naar een hotel waar ze een soort van speelruimte hebben voor kinderen. En daar kun je ook heen als mensen die niet in het hotel slapen, zeg maar. Ik weet niet hoe duur het is trouwens. En dan kan Ilja daar even spelen. We gaan zien of dat leuk is. We zijn niet meer naar het speeltuin geweest. We hebben geluncht. Ilja heeft hier gespeeld. Joran en Ilja zijn uitgebreid gaan douchen, zodat we konden kijken of Ilja geen splinter had of zo in zijn hand. Lijkt niet zo te zijn. We hebben hem hier daarna nog even laten spelen. En nu gaan we naar het stadje lopen en shampoo kopen, want de shampoo is op. En dan hebben we gewoon even weer gelopen. Hé, Il? Heb je er zin in, Ilja? Dat betekent ja. Je doet het goed hoor, Joran. Schud maar met je kontje. Ik even helpen? Kom maar. Een beetje helpen. Zo. Maar dat is wel raar inderdaad, hè? Wat? Ja. Waarom is hij nou zwart? Dat. Met die. Dat maar 2 ouders officieel volgen. Ja. Officieel, weet je.
Kun je het even zelf doen? Morgen ben je jarig. Morgen ben je jarig. Kijk eens. Slingers. Ja. Ja, vandaag is het Tanja's verjaardag. En dat wordt een heel groot feest. Heel groot feest. Veel cadeautjes krijgen en veel aandacht. De leukste dag die er is geweest, is geweest. Ik ben jarig. Ik ben 31 geworden. Ik wil jullie ergens neerzetten, want het kan hier nergens. Meneer werd weer om 5 uur wakker. En ik was jarig, dus Johan moest eruit. Maar om 7 uur, wilde eerst dat ik om 7 uur ging opstaan, zeg maar. Maar toen maar zei, ga jij nog maar even slapen. Ik dacht, ja, hij is zo moe. En dan is het ook niet zo leuk vandaag. Dus wij gaan nu nog even een uurtje slapen. Daarvan is het nu een half uur voorbij. En het regent, maar waar we heen gaan vandaag zal het niet regenen. Dus ik hoop dat dat klopt. Alleen ik weet niet wat ik aan moet trekken. Dus daar moeten we nog even naar kijken. En internet werkt niet. Dus we waren gisteravond lekker dertigers aan het kijken. En toen werkte het internet al heel slecht. En we uiteindelijk even met de hotspot van Joris Mobiel. We hadden slurped internet. En zoveel, dus we hebben niet een super grote bundel. We hebben best een grote bundel, maar je hebt tegenwoordig mensen die onbeperkt of 180 of zo hebben. We hebben al bij 10. Dus toen moesten we al een spelletje spelen gisteravond. Het was heel leuk, maar ik wil gewoon graag 30 eens kijken. Op mijn verjaardag had ik 30 eens kunnen kijken. Dus ik heb de man van de Airbnb een berichtje gestuurd. De vraag, ja, of dat vaker gebeurt en of er iets aan gedaan kan worden. Hopelijk is dat zo, want anders baal ik wel een beetje. En anders moeten we hem zien, maar accepteren dat we onze bundel liggen. Wat is dat? Hij vindt het leuk. Oké, mensen, we rijden à la Weekse Bergen met de auto door de dierentuin. En straks gaan we door bij de leeuwen en zo. En hier zijn beestjes. Zie je ze? Zo leuk. Ik vind het echt leuk dat dit kan. Maar ik heb het wel een beetje warm. Hé! Hey. Oh. Zit je nu aan op straat? Het houtje bij je neemt. Ook oh, zie je nu al mooie dingen. Dit is gewoon, dit is het bos. Dit is je Boeddha. Zie je ze, Iel? Nee. Ja, dat is bijzonder. Zo, kijk die piemel. Oh ja, holy moly. Wat heb je weer? Schoos. Dit is glas en dit is breekbaar. Toch? En die doen zit hier. Holy moly, die! Ja, zie je dat, Julia? Die is echt... Ja, oké. Die is echt groot, hè? Mensen, ze laten hier filmpjes zien. Kijk, van mensen die worden aangevallen door leeuwen. Omdat ze hun deur niet dicht hebben. Nou ja, niet omdat... Maar dat ze de deur... Of als ze uit zijn gestapt. Dus komt er een filmpje. Hier, die vrouw staat buiten de... Die is uitgestapt. Hoppatee. En Joren zei dat het in China was. Dus dat ze lekker allemaal tv-schermen moesten waarschuwen dat we echt de deur dicht moeten laten. Nou, dat doe ik wel hoor. Geen paniek. Nou, daar liggen ze, jongens. Het is niet altijd spectaculair met de leeuwen. Ze liggen gewoon te slapen. Hallo. Uitstappen, Johan. Ja. Ja, die is zo... Ilja aanbieden. Johan. Wat vonden we van de safari? Kun je het in woorden omschrijven? Ik heb gewacht. Ik heb niet zoveel batterij meer. Magnifiek. Schitterend.
Ja, het was echt best wel cool. Okay, die leeuwen waren gewoon best wel saai, maar dat had ik ook wel een beetje verwacht. Misschien dat ze alleen maar leuk doen als je de deur open doet. Dat risico wilden we niet nemen. En anderen hebben het helaas ook niet gedaan. Ik had heel graag giraffen gezien, maar die waren er niet. Dat is heel jammer. Die hebben we nu wel al hier gezien hoor. Maar ja, niet boven mijn auto bungelend. Dat had ik graag gewild. En we dachten even dat er wel zo'n hoorn... Hoe heet dat? Hoorngewei. Wel een deukje in de auto gemaakt te hebben. Maar dat hebben we geen deukje kunnen vinden, gelukkig. Nee. Ja, het was echt heel vet. En zeg maar, je betaalt dan 1 ticketprijs. Dat je daar met de auto in mag en dat je hier gewoon mag lopen. En ja, ik vind het echt een mega mooie dierentuin. En je kan hier volgens mij, als je hier in de buurt woont... Ja, niet dat ik denk dat kijkers van mij hier in de buurt wonen... maar gewoon meer mensen die hier in de buurt wonen... die kunnen hier gewoon heel vaak naartoe. Want er is zoveel te doen. En je kan ook zo'n safari bij de leeuwen 's nachts doen. Of nou ja, 's avonds. Niet alleen bij de leeuwen, ook wel de rest. Ja, dat is echt heel cool. En ik zag net ook mensen die soort van bleken giraffen aan het voeren te zijn. En die giraffen die kwamen helemaal met hun nek zo. Oké, jij bent een kind en ik ben een giraf. En die deden helemaal zo... Nou, dan kun je zelf met een giraf maken. Dat wil ik echt heel graag. Maar ja, daar moet je denk ik extra voor betalen. Dus ze weten wel hoe ze hier geld moeten verdienen. Maar ik vind het ja, echt heel leuk. Al die aparte dingen moet je ja, betalen. Ja, maar dat is niet gek. Ja. Nee. Van Beeksberg ook. Maar goed, ik ben heel blij met deze verjaardagsactiviteit. Wat is er, schat? S'avonds, we zitten lekker voor het laatst van het uitzicht te genieten. De dierentuin was echt heel erg leuk. Echt een hele mooie dierentuin. En de timing was perfect, want toen we naar huis reden, viel Ilja lekker in slaap. En toen waren we om 4 uur weer thuis. Dus om 4 uur werd Ilja weer wakker. En dat is gewoon een hele goede tijd. Als je tot 5 uur of 6 hebt geslapen, dan is het s'avonds nog moeilijker om naar bed te brengen. En lekker pizza gegeten. En ik heb Ilja voor het eerst is hij gewoon niet huilend in slaap gevallen. Sinds we op vakantie zijn. Want ik heb hem gewoon echt... Ja, hij sliep bijna. Ik heb hem bijna gewoon zingend in slaap gekregen. Normaal gesproken blijft hij eigenlijk spelen. En dan ga ik weg. En dan gaat hij huilen. En dan is het uiteindelijk zo moe dat hij in slaap valt. Maar nu was hij tijdens mijn liedjes zingen al gestopt met spelen. Gaan liggen. Nog niet zijn ogen dicht. Maar en toen ik wegging, ging hij ook weer zitten. Maar hij ging ook niet huilen. Dus hij dacht blijkbaar, nou, ze is jarig. Gaan we gewoon slapen. Hij was alleen wel echt net om 9:15 alweer wakker, wat wel vroeg is. Maar goed, dan heb ik hem gevoed en nu slaapt hij weer. Ah, internet doet het weer. Er was, ja, ik weet niet precies wat het was, maar ik heb gewoon de stekker eruit gehaald en weer erin gedaan van de router. Dat durfde ik eerst niet, want ik was bang dat dan alles opnieuw zou moeten geregeld worden en alles in cherry is, maar toen deed hij het gewoon. Zo alweer 30ers gekeken. Fantastisch. En nu denkt Joren gewoon een boekje te gaan lezen. Weet je wat dat lullen? Ja, maar we gaan zo toch al iets doen. Zeker. Oh, ik ga het uitzicht missen. Maar verder heb ik al zin om naar huis te gaan. We kunnen s'avonds ook vaker dat het balkon zitten. Bij ons thuis. Maar dan heb je niet dit uitzicht. Gaat goed hoor. Maar bij ons thuis heb je toch niet dit uitzicht, jongen? Nee, maar we hebben ook een leuk parkje. Ja, ook een leuk parkje. En
temperatuur is hier aangenaam. Hoewel thuis is het nu ook weer volgens mij. Nou, thuis is het gewoon verkeerd koud volgens mij. Het is gewoon herfst. We gaan zien waar de avond ons verder brengt. Straks cola drinken. Zin in.